De beelden voor de start van de competitie. Testen, kijken, prepareren, warm draaien en concentreren. Dit is de startvolgorde voor het eerste onderdeel. En hier de mensen die de krachtmetingen goed de banen moeten leiden, de scheidsrechters. Roemenië is vertegenwoordigd met Daniel Stancu, een man die voor het eerst meedoet aan een Grand Prix-wedstrijd voor sterke mannen. 26 jaar, 1,80 meter lang en 120 kilogram lichaamsgewicht. Het eerste onderdeel, misschien wel de oudste krachtproef bij deze competitie, is het vrachtwagentrekken. Eerste deelnemer Daniel Stancu, een bodyguard uit Roemenië. Lengte van het parcours 30 meter. Maximale tijd 75 seconden. Een race dus tegen de klok. Het totale gewicht dat rollend moet worden gehouden, 18 ton. Zaak dus om het touw strak te houden, want anders val je stil en is het gebeurd. Daar gaat hij, Daniel Stancu. Goed voorover, kleine pasjes, dat is het geheim. En dan zijn tijd 50-46 honderdste seconde. En hoe verhoudt die tijd zich tot die van de andere, nummer 2? Bern Kerschbaumer uit Oostenrijk. 34 jaar en 135 kilogram zwaar. 15 kilogram zwaarder dus dan Daniel Stancu. En gewicht bij dit onderdeel is belangrijk. Dat betekent massa. Kerschbaumer, winnaar van de sterkste mancompetitie in eigen land, Oostenrijk. En dit jaar nog deelnemer aan de sterkste man van de wereldcompetitie in Zuid-Afrika. Wat wordt zijn tijd? Sneller in ieder geval dan Stancu, 45-06. 5 seconden sneller dus. Vervolgens René Minkfiets uit Denemarken, 34 jaar oud en 150 kilogram zwaar. Met andere woorden, nog weer 15 kilogram zwaarder dan Bern Kerschbaumer uit Oostenrijk. Tweevoudig winnaar bij de sterkste mancompetitie in Denemarken, dit jaar en vorig jaar. En negende bij de sterkste man van de wereldcompetitie. Tanden op elkaar, dat bijten en die streep maar in de gaten houden. Kijk eens, het volle gewicht, twee trucs achter elkaar. En dan zijn tijd. 40-31 zal er in beeld verschijnen als het goed is. Bijna 4,5 seconden sneller dan Kerschbaumer. Vervolgens Janne Virtanen uit Finland, 28 jaar, 1,86 meter lang en 135 kilogram schoon aan de haak. Professioneel bezig in sterkste mancompetities, winnaar van 7 Grand Prix wedstrijden en tweevoudig sterkste man in Finland. En de traditie van de Finnen kennen we. Denken we aan Ilkka Nummisto, Marco Suonenvirta, Riku Kirien, noem ze allemaal maar op. En ook deze man gaat snel. Wat heet? Kijk eens, tijd 37:51. De snelste tijd tot nu toe. Bijna 3 seconden sneller dan René Minkfiets. En kan het nog sneller? Nog 4 deelnemers te gaan en daarvan Magnus Samuelsson uit Zweden. Een bekende naam, 29 jaar, 1 meter 98 lang. Een boom van een kerel dus en 134 kilogram. Drievoudig sterkste man van Zweden en derde bij de sterkste man van de wereldcompetitie 3 jaar geleden. Wat wordt zijn tijd? Man met een grote reputatie, grote ervaring op dit gebied. Dit onderdeel is hem op het lijf geschreven. Daar gaat hij over de finish. Laatste stapjes en dan verschijnt zijn tijd in beeld. 36,90, 61 honderdste sneller dan Virtanen. Dan onze Nederlandse deelnemer Peter Baltus. 28 jaar in de laatste tijd, ook flink gegroeid. 145 kilogram de op één na zwaarste in dit gezelschap.
Wat kan hij doen in dit geweld van supersnelle tijden? Tweemaal Albert, die tweede bij de sterkste mancompetitie in Nederland. Achter Berend Veenenberg. En nu een beetje zwalkend. Niet helemaal die rechte, ideale lijn. Maar dat is moeilijk natuurlijk met dat gewicht. Ten koste van je tijd. Daar gaat hij. Als er maar iets is wat over die finish gaat, al is het maar een vinger. Peter Baltus. 40-26, een zeer goede tijd. Langzamer dan Samuelsson en Virtanen, maar sneller dan de anderen. Dan de voorlaatste. Svend Karlsson uit Noorwegen, 32 jaar. 1,80 meter lang, 150 kilogram zwaar en zwaar getatoeëerd. Hetzelfde gewicht dus als René Minkfiets uit Denemarken. Karlsson was tweemaal sterkste man van Noorwegen en eindigde vorig jaar als derde sterkste man. Snel en wij dus nog steeds die 36,90 van de Zweed Samuelsson. Kan Karlsson daar nog wat aan veranderen? Goed, blijft goed in het spoor. Zwalkt niet te veel, verliest dus niet te veel tijd. 40-40 en dat is de vierde tijd. 400ste langzamer toch dan Peter Baltus. En tenslotte de laatste deelnemer, Regin Vagadal van de Vareureilanden. Deens grondgebied dus. 30 jaar, 1,86 lang en 130 kilogram. Vanaf 1994 al is hij sterkste man van de Vareureilanden. Een man die stuurman is op de grote vaart en bezig is om kapitein te worden. Veel oefenen op het schip waarschijnlijk. Snelste tijd, nog steeds. We kennen hem. Die 36,90 en dan kruipen dat laatste stukje met beide handen op de grond. Daar komt zijn tijd, 45,28, de zevende tijd. Hier het klassement, Magnus Samuelsson eerste, Janne Virtanen tweede en Peter Baltus schitterend derde. Dan het tweede onderdeel, de variant op het bekende boomstam tillen. Een metalen cilinder die met gestrekte armen boven het hoofd moet worden gehouden. Eerste kandidaat, Daniel Stanko uit Roemenië, die voor het eerst aan zo'n wedstrijd meedoet. Hier voor 100 kilogram en dat is dik van elkaar. Ook Bern Kerschbaumer begint voorzichtig met 100 kilogram. De Oostenrijker is powerlift kampioen van zijn land, maar gewicht heffen is natuurlijk een andere discipline. 100 kilogram, geen probleem. We gaan verzwaren tot 110 kilogram en daarvoor gaat Daniel Stanku. Zijn bijnaam is Mudava en dat betekent iets van krachtpatser in het Roemeens. Nou, Goodlift moet nog komen, tweede poging. Wankelen. Nee, niet goed. Het blijft bij 100 kilogram voor Daniel Stanku. Dan Regin Vagadal, de stuurman van de Vareureilanden, die naast sterkste man activiteiten ook regelmatig op het voetbalveld zijn partijtje meeblaast. En hij startte met 115 kilogram. Geen probleem. Hier zien we Berend Veenenberg. Onmiddellijk dan weer een poging voor de man van de Vareureilanden. Nu 120 kilogram, zich klein maken. De knietjes als steunpunt gebruiken. Dan proberen uitstoten. Oeh, en als dat een eerste keer niet lukt, dan gaat het wegen. Wankelen. Nee, geen 120 kilogram voor Regin Vagadal. Tweede beurt dan voor Bernd Kerschbaumer uit Oostenrijk. Nu voor 120 kilogram. Geen probleem, heel gemakkelijk. Svend Karlsson, de reus uit Noorwegen, begint met 120 kilogram. Een Noorse sportschoolhouder en tevens professioneel bodybuilder. En dit beheerst hij ook. De cilinder als een veertje omhoog. Twee keer zelfs, om even te laten zien, ik heb nog wat over. De Deen, René Minkfiets, ook zijn
Begingewicht 120 kilogram. Tweevoudig sterkste man van zijn land, Denemarken. Ook geen probleem. Volgende kandidaat voor 120 kilogram. Peter Baltus uit Nederland. Boekte die een sterke derde plaats. En ook Git gaat hem goed af. De man uit Suomi, Janne Virtanen, tweevoudig sterkste man van Finland. Hij is de voorlaatste voor 120 kilogram. Diep. Rustpunt, even de borst. En het goede uitstoten. Oké. Ten slotte de Zweed Magnus Samuelsson met zijn 1,98 meter. De meest imposante van het gezelschap. 120 kilogram. En daar gaat hij. Goeie beurt. We gaan er even uit. Enorme ruimte. Grote luxe. Riant comfort. 6 cilinders. Dat is de nieuwe Kia Carnival. De beste keus voor het grote genieten. Kia Motors. The Scorpion is a new kind of power saw from Black & Decker. It works just like a handsaw, but with less effort, cutting easily and precisely. With a push-button blade change system that lets you move on to the next job in no time. Whatever the job, the new Scorpion, the smarter way to saw, only from Black & Decker. What's my name? Sir! That has never been better. Heard you quit. You think that makes me less dangerous or more dangerous? Shaft. Can you dig it? Met de Total Gym doet u al die oefeningen waar u anders op de gym voor heeft. Uw Total Gym wordt genetaal. To begin. Meteen klaar om te beginnen. With the Total Gym, you can work your major muscle groups simultaneously to get a total body workout a fraction of the time you could with circuit training or free weights. Anyone can use the Total Gym regardless of any physical fitness level because you're a body weight weerstand bepaalt. Hoe hoger de Total inzet, hoe groter de weerstand, hoe harder u traint. Op de laagste stand gebruikt u slechts 4% van uw gewicht, terwijl in de hoogste positie 60% van uw lichaamsgewicht wordt gebruikt. Veel oefeningen op de laagste stand maakt u slank en mooi. Terwijl oefeningen op de hoogste stand ideaal zijn voor bodybuilding. En kijk, als u klaar bent met uw workout, bergt u de Total Gym gemakkelijk weer op. Met meer dan 56 verschillende oefeningen kunt u al uw spiergroepen trainen en zo een complete workout krijgen. De Total Gym is zo veilig dat hij wordt gebruikt in meer dan 4000 ziekenhuizen en rehabilitatiecentra over de hele wereld. Als u nu bestelt, krijgt u een paar handige workout handschoenen helemaal gratis. De Total Gym geeft u een van de snelste en meest effectieve workouts die u ooit beleeft. De Total Gym vervangt een compleet ingerichte gym. Bel het nummer naast onze vlag en bestel uw eigen Total Gym. Onze telefonistes zitten klaar om u te helpen bij uw bestelling. En als u nu belt, ontvangt u tevens de gratis workout handschoenen. Bel nu! Jos is in Val Thorens, het hoogst gelegen skistation van Europa, voor een nieuwe skidiscipline. Skier Cross. Aan de start 4 skiers, aan de finish, na een scherpe piste vol bochten en sprongen, 1 winnaar.
Verbind je nu met Eurosport.com. Reserveer uw vakantie van 13 tot met 15 december. En volg de tweede ronde van de Yas Skiercross World Tour. Live en direct. Nog nooit was een rallykampioenschap zo onbeslist. En met nog twee rallies te gaan, kijken wij in een serie programma's terug naar de al verreden rallies. Want wie dit autodrama echt wil volgen, wil misschien de oude details nog even herzien. Een overzicht van de FIA WK Rally, elke avond om 6 uur en 8 uur op Eurosport. Met Ford. En Valvoline, driving the world. Zes man nog in de strijd bij de loklift. Eén van hen, Bernd Kerschbaumer uit Oostenrijk. Een landgenoot van de nu al legendarische Manfred Heuberl. Gaat het nog met die 130 kilogram? Het kostte een beetje moeite, maar toch een goede beweging van de Oostenrijker. Peter Balterstan voor 130 kilogram, evenals de Oostenrijker, is ook de Nederlander powerlift kampioen in eigen land. Maar dat kent, zoals bekend, andere disciplines. Goeie beurt, 130 kilogram Peter Baltus. Janne Virtanen uit Finland voor 130 kilogram. De man die bij zijn sterkste man activiteiten geïnspireerd werd door Ilkka Niemisto. De man die op 47-jarige leeftijd nog eens derde werd bij de sterkste man van de wereld. Nou heeft hem goed afgekeken. 130 kilogram, nog geen probleem. En dan dus nog geen afvallers onder de zes overgebleven. En dat betekent dus dat we gaan verzwaren naar 140 kilogram. De man die het spits mag afbijten, Kerschbaumer. 140 kilogram is maar 10 kilogram meer. Maar oh, 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 wat gaan die laatste kilogrammen wegen? Nog een keertje proberen. Meester Fut is er dan natuurlijk uit. Dan valt het niet mee om je nog één keer op te laden. En dat zal moeten. Het voorrollen gaat goed. En dan dat uitstoten. Want daar komt het op aan. Nee. Applausen. Nee dus. Bernd Kerschbaumer. 140 kilogram. Iets te veel. En wat doet de tweevoudig sterkste man van Noorwegen, Svend Karlsson, met die 140 kilogram? Voorslaan gaat goed en het uitstoten is goed. Wordt een beetje paarser, maakt er nog een danspasje bij, maar allemaal prima. En dan René Minkfiets uit Denemarken. Moedigen jullie me nog aan of hoe zit het? We hebben hem voor het laatst aan het werk gezien bij de 120 kilogram. De 130 heeft hij gewoon overgeslagen, nu zo 140 kilogram. Peter Walters dan weer, 140 kilogram. Twee keer eindigde als tweede achter Berend Veenenberg. En kijk eens, ook hier bij dit onderdeel draait de Nederlander uitstekend mee. Janne Virtanen, het petje achterstevoren. A la de tennisser Mark Kevin Gulner. De Fin, 140 kilogram. Diep in die cilinder. Knieën gebruiken als hefboom. Uitstoten, perfect. En tenslotte de Zweedse krachtpatser Magnus Samuelsson, die 9 jaar geleden al Europees kampioen werd bij het armdrukken. En dit kan hij ook. 30 sloeg hij over. Ja, 140 goed. En nog hebben we 5 man in de strijd. Eén van hen, Janne Virtanen uit Finland. Maar ditmaal een bescheiden sprongetje, 5 kilogram. 145 kilogram dus. Durft niet de sprong te maken naar 150. En dan, ja, dan val je terug.
Dan blijf je steken bij 140 kilogram en eindigt voor Stanku Vagadal in het klassement. Sven Karlsson voor 140 kilogram. Wat een viking. Wat een kloot. Als je het niet haalt, terug naar... En dan eindigt hij gelijk met vier tanden. Maar nog geen probleem. Weer op één been en het andere been los. Dat is jouw kloot. Dat is 50. René Minkfiets. De Deen. Ook voor hem geldt hetzelfde. Als hij de 150 kilogram niet haalt, dan schaart hij zich bij vier tanden. Ja. Maar daar gaan ze. En een parmantig kijkje bij, parmantige blik in de ogen. Peter Baltus uit Nederland, het wordt menens. Kan hij nog steeds in het geweld van de grote? Dat wil zeggen, Karton en... Het lijkt een ultieme poging, die 150 kilogram. Nee. Valt terug naar het gewicht van vier tanen met 140 kilogram, maar toch kranig gedaan. Ten slotte, Magnus Samuelsson uit Zweden voor 150 kilogram. De 120 en 140 gingen vlotjes omhoog. En ook bij 150 kilogram nog geen probleem. De enige van de drie overgeblevenen die voor 155 kilogram kiest. De rest gaat voor 160. 155 kilogram voor hem. Aanmoedigingen? Nee. Doet hij het nog een keer? Of is de baar iets van ik hou het voor gezien? Nee, ga één keer terug naar die cilinder. Flink jongen, niet opgeven. Omhoog die hand. En dan het uitstoten. Ja. Blijft u steken op 50 kilogram. Sint Karlsson, 160 kilogram. En ik kan me herinneren dat Berend Veenenberg in een AVRO-uitzending op het eiland White 160 kilogram omhoog bracht. Doet hij dat ook? Ja! Hij evenaart dus de poging van Berend Veenenberg in 1996. Vervolgens zijn enige nog overgebleven concurrent, de Deen, ook hij waagt een poging voor 160 kilogram, een immens gewicht op het gestrekte armen op het hoofd. Maar wankelen, houdt hij het? Ja hoor. Blijf stabiel en daar gaat het fluitje van de scheidsrechter, met andere woorden, goede poging. Het is niet te geloven, maar we gaan weer verzwaren naar 165 kilogram. Als Karlsson, de Noorse zwaargewicht van 150 kilogram, dit omhoog brengt, is hij wereldrecordhouder. Nee, te veel gevraagd, maar met 160 kilogram mag je ook rustig weer naar huis, want dan heb je veel te vertellen. Kan René Minkfiets uit Denemarken aan 165 kilogram? Van een gedeelde tweede plaats is hij al verzekerd, maar zit er een eerste in en wordt hij dan misschien wereldrecordhouder? Aanslag op die rug, het buigen achterover, nee, ook hij niet. Applaus, inderdaad, voor allemaal, want dat hebben ze verdiend. En hier hebben we het klassement. Karlsson en Minkfiets gedeeld eerste, Samuelsson derde en Baltus en Viertanen gedeeld vierde en vijfde.
De tussenstand er na twee onderdelen 1 Samuelsson met 14 punten. 2 René Minkfiets met 13 punten. Gedeeld derde en vierde Viertanen en Karlsson. En vijfde Peter Baltus met 10,5 punt. En dan maken we ons op voor het derde onderdeel, de carry and drag. Een combinatie van lopen, sjouwen en slepen. De eerste twee kandidaten, Daniel Stancu uit Roemenië en Regin Vagadal van de Vareureilanden. De proef bestaat uit 3 onderdelen. Allereerst van 30 tot 40 kilo op een soort platform worden getild. En dat zijn ze hier aan doen. Vervolgens moeten er 2 gewichten van 200 kilogram vanaf de startlijn naar de tegenovergestelde kant van het platform worden gedragen. En dat is een gewicht hoor. En tenslotte, om de show compleet te maken, moet er een zware band die op een soort slee wordt geplaatst naar de finishlijn worden gesleept. De tijden van de 3 verschillende onderdelen worden dan bij elkaar opgeteld. Daniel Stancu dus, de bodyguard uit Craiova die voor het eerst meedoet. En de stuurman van de Vareureilanden, Regin Vagadal. Het gaat langzaam, maar hier kun je geen snelheid verwachten. De voorsprong voor Regin Vagadal. Ja, Regin, u hoort het. Vagadal wint deze manche. En dan wordt alles weer op zijn plaats teruggebracht. Vervolgens de tweede mans Bernd Kerschbaumer uit Oostenrijk tegen Peter Baltus uit Nederland. Kerschbaumer 135 kilogram, Baltus 145 kilogram. Beide atleten als basis voor deze activiteiten, we weten het, het powerliften. Zo was Peter Baltus al wereldkampioen bij de junioren. En Nederland heeft een geweldige traditie met sterkste mannen. Denken we aan Ab Wolders, 2x tweede bij de sterkste man van de competitie. Ted van der Parre, eens sterkste man van de wereld. Kees de Vreugde, Siem de Bulsen, die derde werden. En Berend Veenenberg, die al jaren op het hoogste niveau meedraait. Baltus in het voordeel ten opzichte van Kerschbaumer. Trekt daar toch wat gemakkelijker met die band. Kerschbaumer, die blijft steken. En Baltus heeft de band nog in beweging. Kleine voorsprong voor Baltus. En hier zien we het verschil uitgedrukt. Het is een metertje. Afgelopen. Nog een laatste puffje daarvan. Kerschbaumer niet meer helpen. En hij is sneller dan de eerste manche. Regin Vagadal en Daniel Stancu. Gaan er weer even uit. Hoe zou het zijn als alles zo sterk zou zijn als een nieuwe? Constructie maakt iedere Hyundai zo sterk en duurzaam als de Nissan T. Hyundai, prepare to want one. Introducing the water dust shock resistant Ericsson R310. Thank you.
Estilette 50. Suzuki. Remember me? Speel mee met Eurosport. Beantwoord de volgende vraag en stap op het spel. Wie speelt de hoofdrol in een nieuwe speelfilm Chef? Samuel L. Jackson, Michael Jackson of Jesse Jackson? Now, what's my name? Weet je het antwoord? Dan heb je een kans op 6 nachten in de Big Apple. En een dagje als een New York City politieagent. Any questions? Wil je deze reis winnen? Bel dan nu de Eurosport Hotline. I might take you down, but I'll never let you down. Now, what's my name? Nog nooit was een rallykampioenschap zo onbeslist. En met nog twee rallies te gaan, kijken wij in een serieprogramma terug naar de al verreden rallies. Want wie dit autodrama echt wil volgen, wil misschien de oude details nog even herzien. Een overzicht van de FIA WK Rally, elke avond om 6 uur en 8 uur op Eurosport. Met Ford. En Valvoline, Driving World. Nog steeds de Grand Prix wedstrijd voor sterkste man in Boekarest. De strijd tussen de nummers 1 en 3. Het algemeen klassement. Magnus Samuelsson uit Zweden en Janne Virtanen uit Finland. Twee Scandinavische krachtpatsers, hellebaarden van het zuiverste soort. Samuelsson, derde bij de sterkste man van de wereldcompetitie 3 jaar geleden. En Virtanen, winnaar van maar liefst 7 wedstrijden. U ziet het, een onderdeel waarbij factoren als kracht, snelheid, mobiliteit en behendigheid van essentieel belang zijn. Eén verkeerde inschatting en je verliest tijd. Het laatste onderdeel van de drie. Die zware, zware band. Voorsprong hier voor Samuelsson ten opzichte van Virtanen, die toch behoorlijk snel is. Behoorlijk de beweging er nog in heeft. Maar Samuelsson loopt daaruit. Schoenen met een goede grip. Ongelooflijk belangrijk. Vooral met zijn zwaar gewicht moet je natuurlijk niet onderuit gaan. Niet slippen. Hier de grimassen op het gezicht van Samuelsson. Doet hij nog een laatste stukje. Houdt hij natuurlijk zijn concurrent in de gaten. Virtanen. Maar Samuelsson gaat nog door. Is daar in het zicht van de streep. Nog één keer. Nou, centimeter of 30 nog. Blijft steken, maar hij wint. Beide sneller als in de vorige manch. Bernd Kerschbaumer en Peter Baltus. Ja, het is een zware klus. Ten slotte dan het laatste koppel. René Minkfiets uit Denemarken, de nummer 2 van het klassement tegen de Noor. Sven Karlsson, de nummer 4 van het klassement. Hun uitdaging dus, de tijd van Magnus Samuelsson of die van Janne Virtanen. Minkfiets, sterkste man van Denemarken. En Sven Karlsson, tweevoudig sterkste man van zijn land. Beide atleten even zwaar, 150 kilogram. Dat betekent dus massa, maar je moet het allemaal wel meenemen. En dan af. Hardlopen is er niet meer bij, want de meeste puff is er dan uit. Benen die verzuren. Het trekken aan de band. Gelijk opgaand, Karlsson en Minkfiets. Weinig verschil.
En ik hoor het woord tribuna, met andere woorden, de mensen worden aangemoedigd te applaudisseren of in ieder geval de sterkste man aan te moedigen, want dat kunnen ze wel gebruiken. Klein verschilletje daar, voordeel van René Minkfiets ten opzichte van Sven Karlsson, wiens gezicht er niet vrolijker op wordt. Het is een moordende klus, dat laatste stuk met die band. Aanwijzingen van de stuurlui die aan wal staan en het altijd het beste weten. Maar zelf moet je trekken. En dan Minkfiets wint van Karlsson, maar is minder snel dan Magnus Samuelsson en Janne Virtanen. De uitslag van de carry and drag. Samuelsson, Virtanen, Minkfiets, Karlsson, Baltus, Kersbaumer, Vagadal en tenslotte achtste Daniel Stankou. En wat heeft dit als gevolg voor het klassement? Samuelsson verstevigt zijn leidende positie met 22 punten. Vitaan en Minkfiets volgen op 3,5 punt. Twee punten daarachter Sven Karlsson en Peter Baltus is met 14,5 punt vijfde. Het vierde onderdeel dan, Bernd Veneberg, de arbiter, de wheelflip. En daar is nauwelijks een goed Nederlands woord voor te bedenken. Maar het komt hierop neer dat een loeizware band, opnieuw een band van 400 kilogram, moet worden voortgerold over een parcours van 20 meter lengte. Weer zo'n moordende race tegen de klok. In de eerste serie treden de vier laatst geplaatste aan van het klassement te weten. Daniel Stankou, de Faroe-eilander Regin Vagadal, de Nederlander Peter Baltus en de Oostenrijker Bernd Kersbaumer. Nou, en hier ziet u de verschillen in beeld gebracht. Even rusten af en toe. De een die gaat er al op zitten, die denkt je moet er de groeten van hebben, ik scheid ermee uit. Ongelooflijk, nog één zo'n omwenteling van die band. Nou. En dan wekt hij de indruk ook niet meer verder te gaan. Ik denk dat de meeste puf eruit is bij deze vier. En dan zien we dadelijk in beeld uitgedrukt wat deze manche voor een uitslag heeft opgeleverd. De tweede serie met de vier koplopers dus. Magnus Samuelsson, de Deen René Minkfiets, de Fin Janne Virtanen en de Noor Sven Karlsson. Applaus in tribune. En kijk naar het... het achterblijven van Samuelsson doet zich wat interessant voor met het oog op het klassement. Minkfiets lijkt daarvan te profiteren. Zijn achterstand 3,5 punt in het klassement, maar een duidelijke voorsprong. En daar op de achtergrond zien we Samuelsson. Ongelooflijk. Dat is een geweldige zet die Minkfiets geeft aan het klassement. Samuelsson nog steeds daar in de achterhoede tobbend. Virtanen ook nog één omwenteling, maar de grote verliezer is Samuelsson. En de grote winnaar op dit onderdeel is Minkfiets. Want hier zien we de uitslag. René Minkfiets, 8 punten. Karlsson 7 en Virtanen 6. En omdat Samuelsson slechts vijfde wordt, is de Deen dus René Minkfiets de grote winnaar. Want hier zien we hem op de eerste plaats in het klassement met 26,5 punt. Een halve punt voor op Samuelsson en 2 punten voor op Janne Virtanen. Peter Baltus behoudt zijn vijfde plaats met 17,5 punt. En wat een spanning dus als we het vijfde onderdeel ingaan, de Hercules Hole. De deelnemers moeten twee auto's in balans houden die op een schuinvlak staan. Je handen en armen worden als het ware van je romp gerukt. Knijpkracht en nog eens knijpkracht. Dit is Daniel Stankou. Wat wordt zijn tijd? Lachen? Kan die nog lachen? Maar dan moet hij het opgeven.
22-46. Bern Kerschbaumer, de Oostenrijker, met 11 punten, de voorlaatste in het klassement. 22-46 is de tijd die Stanku neerzette. Kerschbaumer draait nog niet geweldig mee in het klassement. Applaus, aanmoedigingen. En dan zijn tijd 22-37. 900ste minder dan Daniel Stanku. Peter Baltestan met 17,5 punten, nummer 5 van het klassement. De Faroe-eilander Regin Vagadal heeft vanwege een blessure al afgehaakt en doet dus niet mee aan dit onderdeel. Rust, controle over de ademhaling, dat is belangrijk. Op tijd uitblazen en het oog geconcentreerd op een doel, maakt niet uit wat. Concentratie. Hier die knijpkracht. Aanslag op alle spieren. 29.08. Beste tijd tot nu toe voor Peter Baltus. De Zweed Magnus Samuelsson. Hij zal met zijn tweede plaats een goede tijd moeten neerzetten. Want zijn directe belager René Minkfiets komt als laatste. En zit dus in de wachtkamer en kan toekijken. Samuelsson, een andere techniek. Strategie, tactiek. Kijk naar de grond. Kijk niet voor zich uit. Knijp de lippen op elkaar. Volledige concentratie. Moet die goede tijd neer hebben. Want heeft zojuist punten ingeleverd. Nou, prachtige tijd. 56-22. En daarmee is hij ruim 17 seconden. Langer dan Peter Baltus. Janne Viertane, de Fin. Hij staat als derde, slechts 2 punten achter op de koploper. Viertane, die zich liet inspireren door Ilka Numisto. De eerste man die met sterkste mannenactiviteiten begon in Finland. En daarna kwam die geweldige Riku Kiiri. Ook hij naar de grond kijkend. Prachtige tijd ook, 45-70. En dat is de tweede tijd tot nu toe, ruim 10 seconden minder lang dan Samuelsson. Vervolgens Svend Karlsson de Noor op 3 punten, de nummer 4 in het klassement. Gespreid staand, zich breed makend en hij de blik op het doel dat wij niet kennen. De trillingen, de wangen, alles speelt mee. 36-25, derde tijd tot nu toe. Your palm may be adequate as a notepad and organizer, but why not have WAP and email as well? You can with the all-in-one Ericsson R380. Oh, and that number you scribbled on your palm? You can even call it. The new Ericsson R380. We call it a smartphone. This is simply the best of the 70s. Baby,
24 enormous chart hits in one complete box set collection. Four CDs of the big bestsellers from every year of the 70s. It's simply the best of the 70s. 64 of the greatest hits from a great decade of music. Simply the best of the 70s can be yours now through this special TV offer. To order your great value copy, call the number shown on screen. Call now and ask for Simply the Best of the 70s, the big box set with the big hit songs from every year of the 70s. Call now. Nog nooit was een rallykampioenschap zo onbeslist. En met nog twee rallies te gaan, kijken wij in een serie programma's terug naar de al verreden rallies. Want wie dit autodrama echt wil volgen, wil misschien de oude details nog even herzien. Een overzicht van de FIA WK Rally, elke avond om 6 uur en 8 uur op Eurosport. Met Ford. En Valvoline, driving the world. En wat kan René Minkwitz op dit onderdeel? Komt de nieuwe klassementsleider aan de tijd van 56 seconden en nog wat van Samuelsson. Verrassende klassementsleider die bij het vorige onderdeel, de wheelflip, zo onbarmhartig toesloeg. Maar nu moet hij het waarmaken. Nee. Tijd 36-69 achter Viertanen en achter Samuelsson, de derde tijd. Kijkt u maar, Samuelsson eerste, Viertanen tweede en Minkwitz derde. En dat betekent dat de Deen 2 punten inlevert op Samuelsson. Die staat nu weer eerste met 34 punten. Tweede René Minkwitz op 1,5 punt. En Viertanen op 2,5 punt. En dan het laatste onderdeel, de bekende Atlasstenen. Een variant op de Schotse Stones of Strength. Alleen even zwaarder. Stenen van respectievelijk 120, 130, 140, 160 en 180 kilogram. En die moeten in volgorde van gewicht op een platform worden gedeponeerd. Je mag ze niet rollen, je mag er niet mee gooien en je mag er niet mee stuiteren. Maar je moet ze als het ware keurig opladen. Ze houden van netheid daar in Roemenië. Daniel Stancu. Die eerste steen van 120 kilogram. Nou, daar heeft hij al alle moeite mee. De vraag is, krijgt hij hem? Nee. Nou, dat is een partijtje martel hoor, wat hij doet. En dan worden die handen er natuurlijk ook niet mooier op, want het is scherp spul. Die Atlasstenen. Ja, nou die heeft hij erop. 1 steen, maar dan moet hij er nog 4 doen. Ik acht hem daar niet toe in staat. Nee hoor, 1 steen in 50,64 honderdste seconde. Bern Kerschbaumer, de Oostenrijker. Die draagt die eerste steen al wat gemakkelijker. Dan die tweede. Vanzelf wat moeilijker natuurlijk. Dan loop je al niet meer zo rechtop. Maar goed gedaan. Steen nummer 3. Zit er nog puff in. En ongetwijfeld zal die weer wat lager lopen. Als die hem, ja, krijgt hem wel van de grond. Boven op de knieën meedragen. En dan via zo'n krachtsinspanning en een juiste beweging, waarin je niet te veel kracht verliest, moet je hem dan bovenop die ton krijgen. Nou,
Dat ziet er ook niet geweldig gezond uit. De grootste moeite om die steen dan voor te slaan. Nee. Nee. Nou, en dan geldt de tijd dus van de twee stenen. En dat was 22-82 in ieder geval. Beter dus dan Daniel Stanku. Peter Baltus. Steen nummer 1. Heel goed. Steen nummer 2. Heel goed. Stuk makkelijker dan Kersbaumer, dat ziet u. Goed pakken. Geen fout maken. Voor op de borst. Dat is al heel belangrijk. Als je hem al hoog neemt wanneer je begint. Steen nummer 4. En ook die. Knap. De eerste dus van 4 stenen. En dan die laatste. Heeft daar het voordeel dat hij in ieder geval geen afstand meer hoeft te lopen. Want die ligt dus vlak voor die ton. Moet er wel op. Lukt het Baltus? Jon-Paul Siegmarsson is het in het verleden gelukt. Veel anderen ook. Maar niet Peter Baltus. Jammer. Tijd van 4 stenen, 39-08 en zeker niet slecht. Zuid-Afrika 2000, waar die geweest is. Hier Svend Karlsson. Steen nummer 1. De sportschoolhouder, bodybuilder, powerlifter. Sterkste man, activiteiten. Ongeveer het tempo van Baltus bij de eerste twee stenen. Steen nummer 3, ook gemakkelijk erop. De kleinere afstand dus voor steen 4. Snel opgepakt. Daar lijkt hij wat tijd iets sneller te liggen dan Baltus. Maar hij moet hem er wel op hebben, dat doet hij. En dan... Nee. Pakt de vijfde steen niet. En inderdaad, hij is iets sneller dan Baltus. 4 stenen in 37.88. En dat hij sterke armen heeft, dat wil hij graag laten zien. Janne Viertanen. Heeft nog fut genoeg, dat ziet u. Steen nummer 2. Berend Veenenberg die daar op de grond staat. Controleert hoe goed gehandeld wordt hier dus de functie in de functie van de scheidsrechter. Steen nummer 4 gaat goed met Janne Viertanen. Pakt hij dan die vijfde steen? Ja, het publiek zit erop te wachten. Oeh, die is er dichtbij hoor. Die is er dichtbij. Nog een keer. Nee. Ja, en dan opnieuw beginnen. Dat valt niet mee. Goeie tijd. 4 stenen. 27.85. Snelste tot nu toe dus. En dan René Minkfiets. Moet dus sowieso 4 stenen pakken. Om goed te scoren. Want daar hebben we er al 3 van gezien. Baltus, Karlsson en Viertanen. Steen nummer 4. Aanmoedigingen van het publiek, maar ze zijn nog niet zo enthousiast, die Roemenen. Ze kennen het fenomeen waarschijnlijk niet. En ze hebben natuurlijk de pech dat hun eigen afgevaardigde Daniel Stanku niet geweldig meedraait, want die staat onderin. Maar ja, het is voor hem dus de eerste keer dat hij meedoet aan zo'n sterkste man competitie. Minkfiets in de problemen met die vierde steen. Ja.
Nee. Drie stenen. 21.77. En ook bij dit onderdeel doet dus de Faroe-eilander Rigging Vagadal niet mee, want die heeft opgegeven vanwege een blessure. De laatste. Magnus Samuelsson uit Zweden. De leider dus van het klassement. In de postuur. Geweldige atleet. Ongelooflijk sterk. Vier stenen, dat zit goed. Maar of die zo snel is als Virtanen, ik heb mijn twijfels. Ik heb mijn twijfels. Doet hij dus als leider van het klassement een poging om die vijfde steen te pakken van 180 kilogram? U ziet het, het is werkelijk onvoorstelbaar. Nee, het houdt een keer op. De winnaar in ieder geval van het eindklassement, want dat is duidelijk. De uitslag van de Atlasstenen. 1 Janne Virtanen, 2 Magnus Samuelsson, derde Sven Karlsson, vierde Peter Baldus en René Minkfiets slechts vijfde. En dat houdt in dat de Grand Prix van Roemenië is gewonnen door Magnus Samuelsson. Hij scoort 41 punten. Tweede is de Finn Janne Virtanen, 3 René Minkfiets en vijfde, toch aardig, Peter Baldus. Daar zou ik toch bang voor worden. Onvoorstelbaar. Altijd aardig zo'n prijsuitreiking. Aan het eind van een zware competitie. En ze worden als het ware vermorzeld, deze lieftallige Roemeense dames. Dat is hem, de winnaar. En terecht, Magnus Samuelsson uit Zweden. Ja, we moeten hem even storen voor een interviewtje. Geen grote verwachtingen, omdat hij vermoeid was. En als je dan mensen als Vent, Janne en René op je pad treft, dan moet je wel aan de bak. Especially when you compete against Sven and Janne and all these other big names, René. You know, most of the times you need to get everything. Ik denk dat het geluk me toelacht in deze competitie. I must say, het was een zware competitie. En ik moet zeggen, alle lof voor de organisatoren. Onderdelen waren gevarieerd. Some events for upper body, some en ze events deden for beroep op alle spieren. Ik denk dat het zwaarste onderdeel de carry and drag was. Ik voelde me een wrak daarna. En ik had tijd nodig om te recupereren. Bij de wheelflip waren mijn benen leeg. Maar gelukkig vandaar na de power toch weer terug. Aldus Magnus Samuelsson. Een Zweed. Alle Zweden spreken goed Engels. Dat was het. Jack van der Voren, graag tot de volgende keer. I'll be back.